de bekerwedstrijd tussen Unitas en de Meiden is juist afgelopen. Het is 1-0 voor Unitas geworden. Ik denk niet dat jullie gekregen hebben bij je rechterpad, trainer Jan van Veer. Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat we weinig hebben weggegeven. Uiteindelijk wilden we toch heel graag winnen. Er was een beetje discussie achteraf van of we 1-op-1 moesten gaan spelen. Nou, we krijgen de goal tegen, maar ik denk dat we zeker de eerste helft hebben het betere van het spel gehad. En we hebben eigenlijk te weinig gedaan met de mogelijkheden die we gehad hebben. Ja, ik denk dat dat ene was aan het spel. Dat was echt wel genieten wat jullie op de mat leggen. Met de ene stond dat ik het afmaken en dat is wel het belangrijkste. Ja, dat draait het om in het voetbal, Bas. Het gaat om de trekker overhalen op het juiste moment. Dat zat er net niet in. Zeker in de omschakeling, de eerste helft nogmaals. Een paar aardige kansen. Penalty wel of niet, erin of eruit, maakt niet uit. Wel tevreden over de manier van spelen. Uiteindelijk nooit gedwongen om wat jongens moeten wisselen, Harm en Erik. Maar wel tevreden, alleen het resultaat valt tegen. Ja, want ook je wissels die je nog niet kwam, deed het echt niet zo slecht. Er waren een paar A-junioren, of onder de 19 moet je tegenwoordig zeggen. En die deed het ook, want die had ook al een wedstrijd in de benen zitten. En die deed het ook nog redelijk. Ja, we waren erg krap in de spelers. En die jongens die hadden al gespeeld tegen Mick Kerk inderdaad. Dus allebei. En Patrick viel in. Die jongens hebben het helemaal niet slecht gedaan. Joram Willem, die stond rechtsback, die deed ook prima, die jongen. We zaten een beetje krap in de spelers vandaag, maar al bij al met name de eerste helft wel tevreden over. Tweede helft vond ik het kwartier ging nog wel, maar het laatste half uur was gewoon moeizaam. Weinig gecreëerd. En zij ook niet gelukkig, dus we hebben ook weinig weggegeven. En als Erik eruit stapt, dan wordt het in de organisatie wat lastiger. En nogmaals, we wilden een doel maken en 1-op-1 spelen. Nou, dan krijg je hem toch binnen. Ja, in plaats van de ruimte is wat te groot eigenlijk, hè? Ja, nee, dat klopt. En dan wordt het omschakelen lastig. En dat is jammer, dat geeft niet. We hebben weer een stapje gemaakt, denk ik, conditioneel qua voetbal. Dus prima voor de rest. En Kevin Kruse, komt hij ook weer terug? Ja, Kevin heeft afgelopen donderdag weer meegetraind. En die gaat van de week weer meetrainen. En hoop dat hij geen reactie heeft. Hij heeft een bovenbeenverrekking opgelopen. Dus die zal er volgende week weer bij zijn. Robin de Jong komt er weer aan. Die komt terug van vakantie. En Jules de Gans is weer terug op de weg. Dus dan zit hij wel wat meer en beter in de spelers. Was Jules ook geblesseerd? Ja, Jules heeft een knieblessure opgelopen op de training. Een van de eerste trainingen van dit seizoen. En die is eigenlijk tot nu alleen maar uit geweest. Dus dat gaat iets langer duren als Kevin in ieder geval. Oké, Jan, ik wens je veel succes. Je hebt nog één bekerwedstrijd. En dan gaan we voor het echtje spelen. Ja, ik ben heel benieuwd. Want de KNVB die gaat één dag voor de competitie bekendmaken hoeveel ploegen er gaan degraderen. Echt heel bijzonder, maar we gaan het afwachten. Het zal, we krijgen wel wat uitdagingen, laten we dat vooropstellen. Dus en dan wordt het echt leuk en dan gaat het erom. Oké, Jan, ik wens je veel succes en we zien elkaar zeker nog. Dankjewel, Bas. Okay. Ja, Dreen Lotman, allereerst weer gefeliciteerd met je 1-0 overwinning. Maar het ging wel moeizaam vandaag, vond ik. Ja, Bas, ik wil eigenlijk op twee gedachten. Dus ik wil je aan de ene kant bedanken dat je bent gekomen. En aan de andere kant wil ik me excuseren voor de wedstrijd die we hiervoor hebben voorgeschoteld. Want het was een slechte wedstrijd. En aan de andere kant wil ik je bedanken, want we hebben die beelden nu. Dus we kunnen goed analyseren met de jongens. Maar nee, het was een slechte wedstrijd van ons, ja. Ja, want ik wil eerlijk even de wedstrijd zelf analyseren. Zo maar een klein beetje. Vond ik de eerste helft aan mij de beter. Niet veel grote kansen, wel een paar. Maar ze waren niet goed in de afwerking, dat moet je met voetbal hebben. Want toen was aan mij echt wel iets beter dan jullie. Tweede helft namen jullie twee iets meer terug. Ja, ben ik niet helemaal met je eens. Ik vond onze eerste helft hebben we heel weinig weggegeven in de hele wedstrijd. Ja, ik weet niet of je moet een samenvatting straks voorschotelen dat ik heel veel kansen heb gemist. Maar ik kan me één in de eerste helft dat Omen hem echt goed pakte uit de hoek. Die kan ik me herinneren. En volgens mij hebben ze 3 schoten op goal gehad uiteindelijk. En daar hebben de jongens uiteindelijk ook voor gecomplimenteerd. Want we houden weer de 0. Dat is volgens mij de 5e op rij. 0. Dus daar was ik juist wel tevreden over. Want we hadden het verdedigend, hadden we het goed voor elkaar. We gaven weinig weg. Maar het was voetballend gewoon, hadden we niet onze dag. En aan de andere kant moet je het ook in perspectief plaatsen. We spelen tegen een derde klasse en we hebben geen patent op mensen wegspelen. Dus het moet uit een vaartje komen. Je moet er gewoon, alles moet kloppen. En vandaag was het een dag dat het niet klopt. Maar als je dan onder de streep, zien we toch dat we vandaag gewoon gewonnen hebben. Daar hou je 3 punten aan over. Dus ja, als je een slechte dag ook je wedstrijd gaat winnen, dan... Ik wil het ook niet altijd zeggen dat het helemaal slecht voetbal was. Want zo is het ook weer niet, hoor. Want ja, dat is altijd trainerspraat, vind ik. Ja. Maar dat was ook niet zo, want jullie probeerden ook, er waren ook combinaties. Maar laat ik zeggen, de beide verdedigingen waren eigenlijk vrij goed vandaag.
Ja, zo kan je het ook zien. Ja, dat klopt. Maar aan de andere kant, nee, ik vond voetballend vond ik ons gewoon niet goed vandaag. En misschien ben ik daarin te kritisch hoor. Aan de andere, ja, wat ik net zeg, ik moet het wel allemaal in perspectief plaatsen. Het is gewoon een team dat een klas hoger speelt. En volgens mij speelt Almeida al jaren derde klas. Dus het is gewoon ook uiteindelijk een prima prestatie. Alleen het veldspel, kijk, tegen Meerkerk was je er ook. Toen heb je een leuke wedstrijd gezien. En nu heb je geen leuke wedstrijd gezien. En daarom zeg ik, ik hink op twee gedachten. Aan de ene kant, hè, bedankt dat we de beelden hebben. Maar aan de andere kant, ja, het was geen leuke wedstrijd voor het publiek om naar te kijken. Ja, mijn kinderen aan de schouw gevuld hoor. Ik vind het al gauw leuk, het voetbal. Ja, misschien ben ik dan te kritisch. Maar, dus, maar goed, ik zie, ja, voor de rest ging het een beetje overwin. Nog één bekerwedstrijd. Daar gaat het om tussen jullie en Arkel. Want Arkel heeft met 6-2 gewonnen. Klopt, ik kreeg net mee. Jou. Ja, en dus die moeten jullie volgende week. En dan gaan we de competitie beginnen. Ja. Ja, inderdaad. Ik denk dat we uiteindelijk... We spelen nog een oefenpot dinsdag tegen de nieuwe ploeg van NS Ulusan, die hier bij de zondag heeft gezeten. Dat kennen we goed. Dus we gaan daar nog dinsdag een oefenpotje spelen en dan Arkel. Dan heb ik het net even geteld met de jongens. Dan hebben we 10 wedstrijden gespeeld voordat de competitie begint. Dus ik denk dat... En volgens mij, ja, sinds Roda Boys, dat is, hebben we nu 7 overwinningen op rij. Dus dat is prima. Dus het moraal is prima. Aan de andere kant... Ja, de voorbereiding, als je de eerste wedstrijd verliest, heb je niks aan je voorbereiding. Ik wil niet zeggen, heb je niks aan je voorbereiding, maar dan telt dat allemaal niet meer. Het gaat nog niet om de knikkers, maar in de beker wel. En ik heb ook gezegd, heel veel collega-trainers vinden beker, oefenpotjes of wat dan ook. Nee, wij hebben de mindset dat wij geen oefenpotjes spelen. Wij willen elke wedstrijd winnen. En ik zou het wel heel leuk vinden als wij 2 jaar op rij de volgende ronde halen. Volgens mij is dat nog nooit gebeurd voor Unita Zaterdag. Dus aan de andere kant kunnen we volgende week ook een beetje historisch schrijven. Ja, ik vind ook voor een beker ook. Je kan hem een prijs spelen. Dus een tweede ronde halen is ook altijd weer leuk en zo goed voor moraal. Ja, net waar jij zegt, de voorbereiding wil niet altijd alles zeggen. Er was vorig jaar ook. Maar jullie hebben toch achteraf nog de na-competitie gehaald. Nee, het is niet dat wij vorig jaar slecht hebben gedaan. Het was mijn eerste jaar als trainer, zeg maar, hè, dat we het volmaakt hebben. Daarvoor hadden we nog een paar coronajaren. We hebben gewoon de na-competitie gehaald. En dit jaar gaan we weer een gooi doen naar de derde klas. Maar aan de andere kant, kijk, ik kijk niet alleen naar resultaat in de voorbereiding. We hebben ook wel echt goed spel op de mat gelegd. Dus kijk, dat biedt perspectief. Dus stel je voor, je wint nou 4 puntjes op rij puur met geluk. Hè, zeg maar, dit soort wedstrijden dan 6 keer. Ja, dan kan je het resultaat wel op zak hebben. Maar dan heb je het spel nog niet. Maar als je kijkt dinsdag hoe we tegen Schluinen voetballen. En daarvoor tegen Woudrichem. Dat zijn allemaal goede potjes. Dus de speelwijze en de spelopvatting, dat klopt allemaal. Dus dat biedt wel perspectief. En natuurlijk moet je die lijn doortrekken. En natuurlijk moet je gewoon de eerste wedstrijd tegen Asperger staan. Die moet je ook, dan moet je ook gewoon goed voetbal op de mat leggen. En dan gaan we het zien. We gaan gewoon wedstrijd per wedstrijd kijken. Zo staan we erin. En dan zien we het wel weer. Otman, ik wens je veel succes. En we komen elkaar zeker weer tegen. Zeker Bas, dankjewel dat je er was. Oké. Okay, okay. Jij...